Hey, hallo allemaal. Ik ben Marieke van Duin van Landschap.nl en ik doe een rondje Nederland. Kijk, er komt de eerste fietser alweer langs. Het is hier ook zo mooi. We gaan Kamerleden ontmoeten in hun favoriete landschap. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt veel reizen, maar vooral veel mooie landschappen zien. Gaan jullie mee? Ik ben William Moorlaag, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Onder meer voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit, maar ook voor economische zaken en klimaat. En we staan hier op Klein Maarslag, een kleine onbevolkte wierde in het noorden van Groningen. Ik ben in Noord-Groningen opgegroeid. En ja, wat vroeger zo gewoon was in Groningen, stilte, duisternis, weidevogels, dat doodgewone, dat wordt steeds minder gewoon en daar maak ik me ongelooflijk veel zorgen over. En je ziet dat het landschap, dat er overal aan geknaagd wordt. In het jargon noemen ze dat wel eens slijtage van het landschap. Relief dat geleidelijk verdwijnt. Bloemen en graslanden die verdwijnen, waardoor de weidevogels minder ruimte hebben. En daar maak ik mij heel veel zorgen over. Maar datgene wat vroeger zo gewoon was en nu zo ongewoon is, dat moeten we behouden. We zijn hier op de wierde van Klein Maarslag. Dat is een wierde die 2000 jaar geleden werd opgeworpen. Mensen wilden zich beschermen tegen een steeds stijgende zeewater. En wat het meest bijzondere aan deze plek is, is wat je hier niet ervaart en wat je hier niet ziet. Het is hier stil. Het is hier, 's nachts zie je hier geen licht. Je ziet hier geen bebouwing. En dat maakt het ook heel bijzonder. Want deze wierde is zo'n 200 jaar geleden is die ontvolkt geraakt. Hier achter mij zie je in de schelpen zie je nog de contouren van de kerk die er stond. Die is in 1811 is die afgebroken. Maar er heeft hier echt een dorpsgemeenschap is hier gevestigd geweest. Mensen hebben hier gerouwd, mensen zijn hier getrouwd. Mensen hebben hier vreugde beleefd. Mensen hebben in angst gezeten in het jaar 1717 toen de kerstvloed de provincie Groningen overspoelde. En het is echt een pareltje in het Groninger landschap. En mijn stelling is wel eens van het Groninger landschap, dat is een liefhebberslandschap. Je moet het verhaal moet je kennen van al die bijzondere plekken, van die oude middeleeuwse kerken, van dit cultuurlandschap wat onder leiding van de monniken eeuwen geleden in cultuur gebracht is. En ja, dit is zoals we in Groningen zeggen, mienhoogland. Nee, als ik het in een volgende kabinetsperiode voor het zeggen zou hebben, dan zou ik heel graag samen met de boeren, met de natuur- en milieuorganisaties, maar ook met de voedingsindustrie en met de grote grutters, de Albert Heijns, de Jumbo's, een heel breed landbouw-, natuur- en voedselakkoord willen maken. Want de landbouw heeft er gewoon recht op dat er bestaanszekerheid is. De Partij van de Arbeid heeft altijd voor bestaanszekerheid gestaan. Maar we moeten ophouden met de roofbouw op natuur en landschap. De natuur gaat naar de galamiezen, daar moeten we echt een einde aan maken. We moeten natuur en landschap op een goede manier doorgeven naar volgende generaties. Maar we moeten ook beter voedsel gaan maken. Heel veel mensen lijden eronder dat zij ziek worden door welvaartsvoedsel, door ongezond voedsel. Ja, en ja, dat een kilo frikadellen minder kost dan een kilo appels, dat moet stoppen. En partijen moeten aan tafel en we moeten samen de landbouw en natuur, economie en ecologie in balans gaan brengen.